En hier zijn we weer lekker bij Nuke Fever. Ja. En het lekt als de ziekte. Ik heb het een paar keer geprobeerd en ik word elke keer uitgegooid. En ik heb elke keer 2 bar. En het elke keer host Engelse. En er wordt alleen maar ge-YouTube en alleen maar gesniped. Dus, perfect. Nou, we gaan in ieder geval lekker spelen met de UMP, maar niet deze trouwens, de Cold-Blooded-klasse. Ik heb daar wel Scavenger ook op gezet trouwens. Tenminste, het is geen Cold-Blooded-klasse, Scavenger Hardline. Oh, zal ik daar mee spelen gewoon? Zal ik daar gewoon heel game mee spelen? Het is eigenlijk niet zo, het is niet zo dan zeg maar om met zonder stopping power te spelen. Hè? Maar waarom zou ik niet een keertje met Hardline spelen? Zal ik een keertje met Hardline spelen? Ja. Staat die Cold-Blooded, maar dat is helemaal geen Cold-Blooded klasse. Ik ga gewoon een keer Scavenger Hardline Sitrep. Scavenger, ja, zo'n... Kijk. Nou, het gaat redelijk. Oh nee, ik hoor nu al... Oké. Valt mee. Oké. Oei, oei. Oké. Wat dan nu weer? Ik haat One Man Army Danger Close. Oh, en die bars trouwens. Van mijn vriendjes. Kijk eens die One Man Army Danger Close. Ik hoop echt waar dat ze die shit gaan patchen wat ze gezegd hebben. Ze hebben gezegd dat ze een heleboel shit gaan patchen. En het zou echt fantastisch zijn. Wat ben je nou aan het doen? Een YouTuber. Een goal, oké. Oh, jongens, doorlopen. Doorlopen. Oh, nee. Waar zit hij dan? Oh, hij zit er bovenop, hij zit er bovenop. Het lijkt als ziekte gewoon en het spelen gewoon zo verrikkelijk. Oh nee, kijk hier. Hey! Hallo! Jezus! Nee! Techknifer! Het is zo echt, wat een wedstrijd dit dat moet doen. Mijn medespelers zijn ook echt altijd slecht gewoon. Altijd gewoon slecht. Kom op. Jongen. Even omheen lopen hoor. Oh, enemy harriers. Oh! Holy shit! En waar zitten ze? Jongens! Je kunt het niet zo slecht zijn. En maar snijpen, als maar kan. Oké, hier zit hij. Jongen. Oké. Waar zitten jullie? Nee! Godverdomme! Het is echt toch niet normaal toch dit dan? Echt waar, ik heb een... Er was niks aan de hand. Oh jongens, kom op nou, alsjeblieft.
Ja! Nou, het is echt niet normaal. Kom op nou zeg. Ik heb echt 018 iemand bij me. Flik het toch op man, uit de game. Weet je, hele caps kunnen me interesseren. Weet je, flik het erop met die caps. Gasten doen toch niks bij mij. Ah, jongens, kom op nou. Ik heb echt stelletje teringleiertjes als vriendjes. Jongen. Oh. Rezen. Ja, een beetje scheel. Het hoort erbij. Weer Harriers. En weer genaaid. Ja, 021. Dat ja, kan weinig zeggen. Maar het zal niet meehelpen in ieder geval. Oh my god. Oh, what the fuck zeg. Gelukkig is er geen commando in de game. Ja, ik Wow. Even kijken hoor. Waar zitten ze? Oké. Ga ik hier beneden. En weer Harriers tegen. Oh, lekker. Oh, dit gaat Ja, dat gaat even. Dit gaat goed. Wauw. Ja, 1:30, 10:26, 9:18, 7:14, ja. En quitters. Ja. Dan wordt het toch wel echt een heel heel lastig verhaal. Jongen, nog een AC-130. Oké. Wauw. Ja. Dit is natuurlijk gewoon. Een erger team, en het was trouwens faal 1 van mij. Maar een erger team kan je eigenlijk wel. Oh! Ja, kun je eigenlijk. Ja. Dit is. Ja, wat moet ik hier nou van zeggen? Kijk, ik speel niet goed. Maar kijk, dit is niet. Ik kan niks zeggen dan dat het natuurlijk gewoon niet echt lekker helpt als je gewoon 1.37 haalt. Dan maakt het de game wel wat lastiger, toch? Nou ja. Het is niet anders. Zulke potjes zitten er ook bij, hè? Ik zou zeggen, jongens, geef me een duimpje omhoog. Dat was aflevering nummer 20, was het. Tot de volgende keer. Bye bye.